Nee, geef me die beat. Beat. We zijn weer terug in Raft. Ja, dat klopt, vis. We zijn weer terug in Raft. Wow, wat is er hier? Oh shit, zo afgeleid door radijsjes, jongens. Dat kan gebeuren, het overkomt de beste. Yeah. Nog een aflevering, jullie. Bekijken dit. Zo, goed. Ik wil meer spelen. Kom op, maak alsjeblieft meer content developers. I want to play with my floating schaduwbijl. Je ziet daar mijn bijlschaduw een beetje rond. Ja, in ieder geval, welkom terug bij Raft. Vandaag gaan we weer meer doen. We gaan even kijken wat we kunnen doen. Zoals die tonnetjes pakken. I love myself some tonnetjes. De vorige keer hebben we dit helemaal uitgebouwd. Hier een mooi paar boompjes geplaatst. Hier al die kistjes en het eten en zo. Oeh, gotta love myself some eten. Hier, drinkable water. Dat is water wat je kan drinken. Dat is best wel lekker. Ah. Maar ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. We gaan dus veel doen vandaag. Tenminste, dat hoop ik. We beginnen natuurlijk even met lekker water hierop zetten. En een nieuw visje. Nee, Rudy, please. Doe het niet. Ik kan aan je tepel sabbelen. What the fuck, vis? Doe normaal. Jezus, verbrand even. Yo, alsof ik daarvan houd. Oké, visje eten we lekker. Hopsakee. Kijk, ik heb alweer te veel shit bij. Ik wilde dus eigenlijk beginnen met even het ultieme dingdong af te zetten. Kan van Jimmy. Yeah. We gaan even veel van... Ah, man. Nee. Please don't fall into water. Nee. Kom op, ik ben rustig. Ga weg. Nee. Wat heb ik nou ge... Oh. Ik heb steeds met 2 netten daarvan overgehouden. 2 netten. 2. Ja, anyway, ik wil dus eigenlijk dit zo breed mogelijk maken, zodat ik dus echt daadwerkelijk niks meer mis. En dat wilde ik hier allemaal in 1 hele rij hebben in plaats van in etappes, zeg maar. Ik maak wel even superveel touw. Kijken, nou kunnen we die dingen maken. Ja. Ben ik wel benieuwd of ik iets met mijn bijl kan doen hiertegen. Als ik bijvoorbeeld dit hak. Wacht, ik heb jullie hout nodig. What happens if I hack this? Oh, ik krijg dan gewoon mijn net terug. Ah, dat is super chill. Dat is heel erg chill. Lekker. Heerlijk. Dan hebben we die nu. Deze kan ook weg. Ik heb dadelijk wel wat gaten in mijn vlotje. Maar hey, dat maakt niet uit. Jezus, man. Waarom heb ik hier zo'n tietplooi zitten? Nobody wants a tietplooi. Het is geen eens een tietplooi. Het komt door het shirt. Ik zweer. Het is niet mijn tietplooi. Cool. Oh, ik heb zoveel netjes nu. Daar nog één. Het is jammer genoeg wat donker. Dus ik kan niet helemaal zien tot waar, zeg maar, de grens is. Kijk, dan hebben we hier dadelijk een super mooie lijn. Helemaal die kant op. Met allemaal mooie spulletjes. Ja. En dan kan er niks meer aan mij ontglippen. Behalve gladde vissen, want die zijn glad. Guys, I need something to drink. Ah, yeah, ik hou ervan als ik drink. Oeh, want het voelt alsof ik iets drink. Hydratatie en zo. Kijk, yo, dit is lekker breed. Ik weet geen eens hoe ver ik nog uit kan bouwen. Zou je zeg maar ergens uitkomen als je nu een zieke... Ik zie hem wel. Sharky. Hey, boy, blijf mijn shit af. Nee, stop hem. Nee. Fuck jou, vis. Hey, oh, nee, dat kan ik echt niet waarderen. Kijk, nou heb ik 1 touw moeten spenderen. Weet je niet hoeveel dat is, Hai? Weet je niet hoeveel dat is? Kan toch niet? Waarom heb ik die hamer zo raar vast? Was dat altijd al? Dan staan we eigenlijk niet echt bij. Nou is het weer lekker dicht. Maar oké, het begint wel langzaam aan dag te worden. Waarom heb ik alles zo vreemd vast? Het ziet er echt heel krom uit. Kijk, de hele touwchest. Ik weet nog niet echt wat ik ga maken, eerlijk gezegd. Ik heb sowieso nog 1 netje, dus die moet ik wel even neerzetten. Anders is het ook al zo overbodig, waardeloos. Even kijken, welke kant zou ik het doen? Ik denk dat ik legit alles heb gecoverd nu. Maar ik zet hem gewoon even daar neer. Ik wilde eigenlijk even muren gaan bouwen. Ik had in de comments gelezen dat het helpt tegen de haai als je je muren neerzet. Ik weet het niet zeker, maar hey, dat gaan we gewoon doen. Wat hebben we nodig voor walls? Ik wil eigenlijk wel allemaal window walls hebben, want het is vrij snel vrij donker. Dus ik pak even heel veel thatch. Nice. Dus dan doen we dat allemaal lekker zo. En zo. Alright. En dan hier ook lekker. Oh, dit ziet er zo luxe uit, jongens. Maar ik heb weer dorst. Go. Heb ik eten nodig? Nee, niet per se. Ik moet dadelijk wel even gaan vissen. Moet ik even die verdomde beest, die vervloekte beesten weer uit de oceaan halen. Die praten tegen mij, dat is zo vervelend. Oh, wacht, dat is geen... Ah, man, foundation moet ik hebben, dat bedoelde ik. Ja, hier kan ik er geen plaats, omdat ik geen hout heb. Man, ik ben echt totaal niet op aan letten. Ik denk altijd dat dat een of andere obstruction is. Maar dat komt omdat ik gewoon veel te veel Ark speel. Ark heeft al die dingen. Ref niet. Ref werkt veel beter. Het werkt allemaal goed. Ark is love, Ark is life. Window wall, bam. Ik ben wel heel benieuwd of die haai dat aanvalt. Anders ben ik het allemaal voor niks aan doen als hij het wel doet. Het ziet er heel huizig uit, of zo. Ben ik nog weer uitgedorst? Ja, dat is ook een woord. Je kan uitgehongerd zijn en uitgedorst, oké? Okay? Niet uitgedroogd. Altijd uitgedorst. Ik heb wel echt een heel vreemd handje. Hey, Rudy. Ga je mee op het vuur?
Omdat je geen vis hebt? Het is een dode haai. Waarom praat hij tegen mij? Waarom praat je tegen mij, dode haai? Hey, ik praat tegen jezelf. Sorry. Ik kan een klein beetje gestoord zijn geworden. Doordat ik zeg maar alleen maar zeezout aan het... Ja, nee, ik zie je wel. Hij steekt. Wat is er mis met hem? Hij steekt niet. Ik kan niet meer hakken. No. No. Nee. Ik zweer, ik kan niet hakken. Hij doet niks. Misschien moet ik een nieuwe speer maken. Dat is zo oneerlijk. Ik kan niet steken. Ik kan gewoon niet steken, jongens. Oeh, challenge accepted. Nou wordt het moeilijk. Nou wordt het heel moeilijk. Dan moet ik dit gewoon weer gaan vervangen. Had ik niet voor mogelijk gehouden dat ik dat ooit zou moeten doen. Maar hier is hij dan. Oh, hi. Oh, je hebt zo'n schade aangericht. Oh, dit is zo gevaarlijk. Shit. Maar op zich, hij heeft wel... 2 keer alleen maar dit aangevallen. Zeg maar dit. Niet waar de muren staan, maar echt dit. Het verzamelstukje. Dat zegt wel iets. Dus wat dat betreft is het wel chill dat ik nou die muur heb geplaatst. Volgens mij is hij sowieso een beetje bug trouwens. Oké, maar dan hebben we dat nu dus gedaan. Dan zijn we redelijk veilig voor de haai. Hij kan alleen nog maar hier komen. Ik laat die shit hier even lekker verzamelen, want dat doet het heel goed. Het verzamelt lekker. I don't know. Oké, I don't know. Deze haal ik weg, want ik weet niet waarom dit hier staat. Het heeft zeg maar 0 toegevoegde waarde. Mooi! Het is trouwens wel apart dat die haai niet hier komt aanvallen, omdat hij alleen boven water kan zwemmen for some reason. Maar ja, het boeit mij niet zoveel. Trouwens, wat kun je nou echt uit zo'n boom halen? Oh, wacht! Ik kreeg nog een tip. Dat was Rudy. Bouw shit om de boom heen, zodat het niet naar onder valt. Oh ja, dat is een leuk principe, maar ik... Ik heb geen foundations hier, dus ik kan er niet echt aanbouwen, zeg maar. Dat is nogal pittig. Oeh. Maar dan kunnen we nu natuurlijk nog maar 1 ding doen. En dat is hier... Wacht, waarom kan ik dit niet plaatsen? Ik bedoel, waarom niet? Waarom hier wel, maar hier niet? Komt dat door de muur? Jongen, voor jullie moest ik een muur plaatsen, oké? Ik wil hem hier hebben, maar... Ja, nee, dan laat maar. Nee. Oké, plan B. Dan doen we het wel zo. Ik wil het eigenlijk niet zo doen, want ik heb geen touw blijkbaar. Nee, dat is niet echt de hoofdreden, maar sure. Oké, nu heb ik touw, dan kan ik hem nu wel. Foundation. Ah, nee, ik heb de drinkgaten dichtgezet. Dan moet ik een nieuw drinkgat maken. Een watergat. Een spuiggat. Een anus. Het is een mooi anusgat. Ik bedoel, voeg een ander vies woord in, oké? Anus is niet het juiste woord. Oké. Dit werkt perfect, oké? Kom op. Nee. Ja, die bedoelde ik. Die moet ik hebben. Nice. Ja, jongens, die moet ik toch echt even hier neerzetten, hoor. Anders kan het echt niet, ik zweer. En nou kunnen we bouwen. Bouwen. Statement. Bouw een statement. En dit is wel easy op zich. Want nu kan ik overal van die dingen maken. Door alleen maar pillars op bepaalde plekjes te zetten. Zoals hier. Tada! En nou sluit dit mooi aan. Oh mijn god, ik hoor hem weer. Ik hoor hem gewoon weer. Die nare kutvis. Dit hoort niet te kunnen. Dit had ik niet voor mogelijk gehouden. Vis, why you do this? Oh mijn god. Ons vlot gaat blijkbaar langzaamaan kapot. Omdat ik niet kan steken. Hey, watergat. Geef water. Dank je. Maar ja, we gaan toch verkassen naar boven. Ik ga hier iets moois maken, oké? Voor de hele wereld om van te genieten. Oh, wauw. Kan ik zelfs hier niet onderdoor? Wauw. Ik wist niet dat ik zo'n grote man was, oké? Bewust. Bewust niet dichtgebouwd. Op die manier. Dus dat betekent dat ik hier niks kan plaatsen. Oh man, dan moet ik het echt vanaf hier doen. For real, moet ik het nou echt... 1 extra pillar gaan plaatsen. Om hier mijn dromen waar te maken. Wauw. Ze vragen wel heel veel van me. Oh, dit komt een beetje in conflict met elkaar. Ja, daarom had ik gehoopt dat ik deze kant op kon. Verdomme. Maar het is oké. En dan pillertje daar. Ah, wat? Ik kom echt veel te veel hout tekort. Nou, ik heb in ieder geval heel veel hout nodig. Yo, kan ik deze boom nu ook al niet choppen? Dat is een grap. Waarom werkt dit niet? Come here, man. Oh, wacht. Ik zag iets. Man! Mijn save file is corrupt of zo. I don't know. Dan moet ik het maar doen met verzabeldingetjes. Kijk, bam, floor. Oh nee, ik hoor hem weer aanvallen. Oeh. Ik kan er niks tegen doen, haai. Je bent vrij, oké? Hoe heet je eigenlijk, haai? Hoe heet je eigenlijk? Wat is je naam? Praat met me. Waarom denk ik dat haaien tegen me kunnen praten? Jezus, man. Ik dacht dat ik slim was. Blijkbaar niet. Ik ben nu dus bezig met een heel erg geheim project. Jullie hebben echt geen idee wat ik aan het maken ben, denk ik. Echt... Nee, dat kun je niet raden. Ik zweer, je kan echt niet raden wat ik aan het maken ben. Ik heb het er nog nooit over gehad in dit hele spel, oké? Je gaat het niet raden. Ik vind het nu alleen heel erg jammer dat ik die boom niet om kan hakken, die palmboom. Want ik heb hout nodig. Ik heb hout... Wow, dat kwam echt over alsof ik echt ademnood had. Ik heb hout nodig. Maar ja, het is wel waar. Ik heb wel echt ik heb wel echt hout nodig. Zeg maar net niet genoeg. I need more wood, man. Dus kan ik er nooit een muur bouwen, Trump. You gotta supply me some wood.
so I can build a wall. Denk niet dat hier veel Mexicanen zijn of wat dan ook. Maar hey, niet dat ik iets tegen Mexicanen heb natuurlijk. Ik ben alleen. Ik ben weer aan het eilen omdat ik op een zee zit. Veel te veel zonlicht en veel te veel zout. Ik ben high van de planten die ik hier heb gekweekt op mijn vlotje. Je weet wel, dat Nederlandse spul. Wink, wink. Knipoog, knip. Oh mijn god, ik zit nou weer shit te gooien. Oh, daar heb je de high weer. Oh nee, dadelijk valt hij net zo'n ding met een pillar. Ik ga gewoon dit ding eten. Ik heb hem gewoon gegeten. Alright, ik ben denk ik wel hoog genoeg. Dit is het kraaiennest van mijn piratenschip. Ja, ik was al die tijd bezig met een piratenschip. Zodat ik hier lekker op kan vissen. Yay, nou kan ik lekker vissen. Ik heb altijd al op 200 meter hoogte een hengeltje uit willen werpen. Ik kan alleen nou nauwelijks zien of... Oh. Gotcha, bitch. Meh. Ik zou willen dat ik in het echte leven op zo'n vlot zat. Dan had ik lekker zo'n megatoren kunnen bouwen om even een visje te vangen. Dat is sowieso de moeite waard. Ik ben wel echt iets heel moois aan het maken, oké? Okay? Jezus, weet je hoe erg ik vissen ook haat? Ik mis hun stemmen in mijn hoofd. Ik ben niet gestoord, ik zweer. Het komt door YouTube, oké? Okay? YouTube maakt mensen helemaal gek. Nee, Rudy, ik ben niet gek. Kom op. Je bent mijn beste vriend. Dus stop maar alsjeblieft niet in de grond en eet me niet. Meneer Vis, kom op. We kunnen niet langer praten. We kunnen niet meer met elkaar omgaan. Maar Rudy. Rudy, waarom niet? Omdat je een vis bent. Maar Rudy, ik bedoel, je ziet mijn mooie oog toch? Zo van... Alright, mijn tassen duurt het vol. Ik moet echt alleen maar de plank hier tussenuit zien te graaien, maar dat is onmogelijk. Dus ja, we doen het even allemaal anders. Het gaat iets langer duren. Hier wil ik niet van afvallen. Oh mijn god, net als wanneer ik het zeg. Nou, kijk eens wat mooi. Dit is toch zo mooi, wat romantisch. Weet je voor wie dit is? Dit is voor jou, meneer Vis. Serieus? Nee, het is voor mij. Jongen, je bent een vis, je bent al dood. Je kan geen eens ademen, je hebt geen longen. Blijf bij de les, man. Jesus, alsof ik dit dan voor jou ga maken. Ik zit hier uren te spenderen aan een mooi hutje voor mij. En dan ga ik het er niet aan jou geven, want jou is toch niet mij. Jezus. Maar ik heb hier nu dus wel een hele mooie, kekke hotelkamer. Voor mezelf. Yay. Kijk eens wat mooi. Kijk eens wat mooi. Kan hier eigenlijk nog een plafond op? Kan wel. Maar ik heb... Nee, je hebt niet echt iets als een ceiling. Dan moet je weer pillars gaan plaatsen en dat maakt de kamer wel lelijk. Nee, dat gaan we niet doen, oké? Okay? Je zit nou een mooie kamer... Puur voor mij, voor mijn plezier. Trouwens, ik wil sowieso nog even één ding proberen, oké? Okay? Yeah! Ik ga! Wow, kijk die schaduw, insane! Ik ga... springen. Ik had een duikplank moeten maken hier, maar jammer. Oké, okay, 3, 2, 1, let's go! Wow, dat... Oh, okay. Kom op me af! Dat was een beetje een anticlimax, maar... Hé, hey, we hebben gesprongen. Hé, hey, we hebben best wel veel gedaan eigenlijk. We hebben een vet grote toko. Kijk hoe mooi. Kijk hoe groot. Yeah, nice. Ik vind het wel netjes hoor. Ik vind het wel heel jammer dat we die bomen niet konden kapsen. Ik ben nu best wel lang bezig geweest met alles verzamelen en zo. Blijkbaar kun je best veel snel... Best snel veel hout uit krijgen. Ik heb moeite met articuleren. Want ik ben al 6 jaar niet naar school geweest. Grapje. Waar komt dat vandaan? Maar ja, ik heb wel die bieten. Zie je daar? Het is een rauwe beat. Beat. Yeah, geef me die beat. Beat. Yeah, Rudy, eet die beat. Ik heb hem gegeten, man. Goed zo. Nu krijg je voedselvergiftiging. En je bent allergisch voor bieten. En ik ben een vis. Zonder longen. Dus ik kan daar niet met je praten, dabbelen in je hoofd. That's me. Heeft dit ding nou dat ding nou kapot gemaakt? Al die dingen die gebeuren hier gewoon. Dat is allemaal vreemd. Vreemde bedoeling. Maar shit, we hebben wel echt superveel gedaan weer. Het is wel mooi. Yo, het ziet er echt fucked up uit vanaf hier. Oké, van binnenuit is het mooi en zo, maar van onder... Oh, nee. Oh god, no. Nee, het is wel oké. Het is goed te doen. Ik kan er wel mee leven. Dus anyway, ik hou het even voor gezien. Ik denk dat dit ook voorlopig de laatste Raft aflevering is, jammer genoeg. Tenzij er dus een nieuwe update uitkomt of zo, dat er meer content in zit en dat ik daar weer verder kan spelen. Dat lijkt me wel leuk. Ik vind het wel een heel grappig spelletje. Mocht je de game zelf willen spelen, hij is gratis. Je moet even op Google Raft game intypen en dan kom je op Raft... .itch.io uit. Daar kun je de game gratis krijgen of je kiest ervoor om de developers wat geld te geven. Maar ja, je kan hem in ieder geval gewoon spelen als je dat zelf wilt. Maar ja, dan weten alleen de mensen die tot het einde van de video zijn gekomen. Dus als je zo'n wegklikkertje bent, dan weet je dit niet.
Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Die maakt wel uit! Oké, want hij zei, het maakt wel uit. Sorry. Het is de vis. Ik ben het niet. Ik zweer. In ieder geval, thanks voor het kijken. Vond je de video leuk? Like hem dan sowieso. Doe dat duimpje omhoog. En abonneer als je nog niet gedaan hebt. En ben je al geabonneerd? Abonneer dan voor een tweede keer op het belletje te drukken. Want zo gaat dat. Ja, ja. Maar ja, ik zie jullie in de volgende video. Später!